December is een donkere maand en dat vind je smartphone-camera niet zo leuk. En dat terwijl je in december juist supermooie foto's kunt maken bij je kerstboom, met je familie aan tafel of van vuurwerk. En samen met de vrienden van Zoom.nl geven we jou een aantal tips om in de donkere maand december prachtige smartphone-foto's te maken. We staan hier met onze gast. Hoi, ik ben Maarten van Zoom.nl. Tip 1. Hou je telefoon horizontaal en gebruik de hulplijn op je scherm om te kadreren. Ja, en daarbij is het belangrijk om een leuk perspectief te kiezen, zoals een groepsfoto door een kerstbal. Tip 2. Creëer wat extra licht door bijvoorbeeld een lamp of een kaars voor je onderwerp te plaatsen. Ja, en belangrijk is dat het licht dan ook echt op het onderwerp schijnt wat je wil fotograferen. Tip 3. Zet alsjeblieft je flits uit, want dan wordt de foto echt niet mooier van. Flitslicht is heel hard en sfeerloos licht. Als je nou echt licht tekort komt voor de foto, doe dan liever gewoon een extra lamp aan. Ten slotte nog een pro-tip. Je kunt namelijk via je smartphone tegenwoordig allemaal dingen handmatig instellen. Handmatig instellen is heel handig als je bijvoorbeeld een stilstaand beeld wil fotograferen. Zet je camera op een statief. Zet de sluitertijd op enkele seconden, dan kun je de ISO laag houden. Maak je een scherp beeld van een stilstaande kerstboom zonder ruis. Dankjewel Maarten van Zoom.nl. En wil je nou meer tips, check dan het Kieskeurig magazine. En uiteraard, fijne feestdagen. Ging dat iets te snel? Blader dan verder om het nog eens rustig terug te lezen.